Ik denk een ton per jaar, denk ik. Ik denk tussen de 30 en de 40.000 euro. Geen flauw idee. 70.000. 40.000 euro? Ja, ik denk dat voetballers natuurlijk wel meer verdienen, omdat ze natuurlijk meer in de pitje staan en met reclame. En het voetbal brengt heel veel geld op. 50.000. Ja, het is een beetje oneerlijk misschien, de voetbalwereld. En er gaat veel geld in rond, maar er zijn ook veel mensen die er naar kijken. Ja, het is wat de gekke voor geeft natuurlijk. Dus uiteindelijk bepaalt de markt dat uiteindelijk. En hij kan het verdienen en hij zal niet nee zeggen.